Die handschoek. Ja. Zet ook de popnagels erin. Dat ding knalt. En die hond schrok zich een hoedje. Zo, die zit vast. Nou, ik heb daar net dus een beugeltje, of zeg maar een soort oog, vastgezet. En nu komen er een paar beugeltjes waar de stangen van de luifel in vast komen te zitten. Wij gaan namelijk een luifel regelen. We hebben een doek gekocht. Dat is zeg maar een soort schaduwdoek. En nou wordt het toeval dat we waar we nu staan. Dat was een mede kampeerder, moet ik zeggen. Die is hier met een caravan. En die had namelijk nog stokken liggen van een voortent. En die kon ik even gebruiken. Dus dan moet ik alleen nog eventjes zien hoe we die vastkrijgen aan de auto. Nou, ik heb dus hier de stangen, hè, voor het frame, wat ik van Hans gekregen heb. Nog bedankt, Hans. Geweldig. Maar dit is natuurlijk veel makkelijker dan wat ik gekocht had. Hè. Ik had van die verwarmingsbuizen 22 mm met knelkoppeling. En dit werkt eigenlijk veel mooier. Het is ook verstelbaar en zo. En ja, dat doek hè, wat we er dan bij hebben, daar zit iets rek in. Dus de maat van het doek is niet altijd gelijk. En doordat je dus dit beter kunt stellen, deze stangen zeg maar, het frame. Ja, dan is dit volgens mij een veel betere oplossing. Ik heb alleen de linkerkant niet helemaal goed in beeld. Omdat als je in beeld heel iets verder naar links zou kijken, zeg maar, als ik de camera had omgedraaid, dan zie je dat er mensen zitten. En voor de privacy van de mensen hebben we dus de camera op deze manier neergezet. Kijk, de video die duurt eigenlijk normaal gesproken een kwartier. Maar om een kwartier te gaan kijken hoe ik een paar stangetjes aan de auto vastknoop, nou ja, dat lijkt me wel een hele saaie video. Dus daar wil ik jullie niet mee lastig vallen. Vandaar dat ik hem even heb versneld. Dus het is drie keer zo snel nou. He, dus als je een stukje video ziet, dat gaat van 1,5 minuut naar 5,5. Dus zo'n 4, dus daar, he, dat is dan zo'n 12 minuutjes zeg maar. Het opzetten van het ding. Het is natuurlijk altijd zo dat hoe vaker je het doet, hoe sneller het gaat. De eerste keer, dan moet je eerst even uitzoeken hoe zit het allemaal met stangetjes en zo. En de tweede keer, dan heb je zeg maar voor de helft, heb je het al uitgezocht, dan weet je het al. Maar toen moest ik nog weer kijken hoor, van hey, welke was ook alweer boven, welke was ook alweer onder. En, maar ik denk dat als ik het de volgende keer zou moeten doen, dat ik het sowieso binnen 10 minuten doe. En na een aantal keer verwacht ik het ergens tussen de 5 en 10 minuutjes te kunnen doen. He, misschien 6, 7 minuutjes, ongeveer. En ik zeg altijd ongeveer. Waarom zeg ik altijd die T erachter? Het is ongeveer, toch? Ja, zeg je ja. En als ik het dan zeg, vind ik het heel logisch. Maar als ik het mezelf dan hoor zeggen, dan denk ik, hey, dit is niet helemaal goed, zoals ik het nou zeg. Nou, ik dacht, als ik nou die fiets in de neerzet, hè, dan kan ik die stang. Dan kan ik het alleen doen. Maar ja, omdat GA nou meehelpt, zijn die fietsen eigenlijk niet nodig. Ja, eentje dan, hè. Je kunt natuurlijk ook
gelijk met tooidraden in de grond, zeg maar, bevestigen, hè, zodat ze, dat het niet om kan kantelen. Ik vind het wel ideaal, zo'n goedkope leuven. 70 euro in plaats van 700 euro.